Wat is dat voor logica? Dat is zo dom, ouwe. Ja, man. Ik zou bijna geloven. Namelijk een missie van leven of dood. Dit is het moment. Kijkers, top dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag zijn we terug in Phasmophobia. En vandaag wil ik even met jullie praten over de nieuwe bus-update. Ik heb het al een paar keer genoemd. Het is nog niet in de game, maar het wordt de eerstvolgende update waarschijnlijk. Dus het komt er snel genoeg aan. Ik heb het een keer tijdens een livestream hebben we het erover gehad. En voor mij een keer waarschijnlijk vast een andere keer in een video heb ik er ook wel iets over gezegd. Maar het is best toch wel een grote update sinds lange tijd, merk ik eigenlijk. Dus ik wil er nog wel wat dingen over zeggen. Heb je nou nog niet gezien hoe de bus eruit komt te zien in de nieuwe Phasmophobia update? Hier zijn wat foto's. Dit is hoe het eruit komt te zien. En ja, het lijkt voor mij veel ruimer. Ik heb het gevoel alsof het een grotere bus gaat zijn dan wat het nu is. Maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat alles nu aan de muur zit. Dus er zullen geen kasten zoals hier meer staan in de weg. Dus je hebt meer loopruimte. Het kan ook gewoon dat zijn. Heb ik er best wel veel zin in. Ik weet niet waarom. Maar het is toch weer iets nieuws. Het is niet per se iets heel groots nieuws voor in de game. Weet je wel, game changing. Bijvoorbeeld als een nieuwe ghost komt of zo. Dat niet. Maar toch vind ik het wel gewoon leuk dat er weer eventjes iets anders komt. En we hebben dan het mirror. Dat is heel sick. En het hoeft voor mij niet altijd een update te zijn die te maken heeft met een ghost of met nieuwe items of zo. Ik heb het gevoel alsof dit juiste moment is voor de update. Om zeg maar eventjes gewoon... Ik heb het gevoel dat dit een soort tussenupdate is. Als jullie snappen wat ik bedoel, dit is mijn theorie gewoon. We weten dat er nog heel veel nieuwe dingen komen in Phasmophobia. Wil je nou precies weten wat er allemaal nog op een lijstje staat? Check dan de video in de beschrijving. Dus er komen nog echt wel genoeg dingen hoor. Echt grotere dingen ook dan deze bus. Maar ik heb het gevoel alsof dit een soort tussenupdate is. Want je hebt natuurlijk wel altijd tussendoor gewoon de patch fixes. Dus zeg maar gewoon bugs die gefixt worden. Of kleine veranderingen. Weet je dat een ghost even toch iets minder goed gemaakt wordt dan dat die is of zo. Dat soort updates. Niet heel interessant meestal. En dan heb je natuurlijk de wat grotere updates. Echt dingen, weet je wat, zoals de Curse Possession update. Dat soort dingen. Echt een grote, waar echt de game soort van verandert. Het is hier. Ik heb freezing temperatures. Oh, en het doet ook gewoon gelijk het licht uit. Natuurlijk. Fingerprints? We hebben fingerprints. Dat is al gelijk twee evidence dingetjes. Makkelijk hoor. Dankjewel, Ghost. Nee, maar ik heb dus het gevoel dat dit dus een update is om eventjes toch wel de game iets vernieuwends te geven. Dus dat er even iets anders is weer dan wat er nu de hele tijd is. Maar dat dit nog niet echt een grote update is die eraan zit te komen. Dus dat dit niet een... Dat het eigenlijk ook gewoon een soort tussenupdate is. En dat na deze update op een gegeven moment dus echt een grotere update zal zijn. Met, weet ik veel, nieuwe items of zo. Of misschien een nieuwe ghost type wel weer. Ik heb geen idee wat ze allemaal op de planning staan. Maar ik hoop dat daarna hallucinaties gaan komen. Hallucinaties, jongens. Ik zeg het nog een keer voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Daar zit ik echt heel erg op te wachten. Dat is gewoon, als dat in de game gaat. Ik hoop dat ze dat echt niet verpesten. Dat het heel vet wordt. Want ik denk dat dat een heel groot ding kan zijn in de game. En zeker ook om het net even toch wat spannender te maken. Want op een gegeven moment, het is gewoon waar. Je raakt een beetje gewend aan deze game. Kijk, de eerste keer dat ik dit speelde, vond ik het gewoon eng om zeker mijn eentje überhaupt het huis in te gaan. Weet je, dat idee, oh, er zit een spook en die probeert je te killen. Het is allemaal niet zo vrolijk en niet zo gezellig, maar je went eraan. Nu vind ik het op zich niet erg om alleen rond te lopen. Het enige waarvan ik schrik zijn de jumpscares. En die zijn wel verschrikkelijk. Maar ja, weet je, zo'n jumpscare, dat gebeurt dan en je schrikt even en dan is het weer voorbij. En soms is een hunt, is dat ook spannend. Van, ga je het wel of niet redden? Weet je wel, ben ik op tijd of zit de ghost nog achter me aan? Maar heel veel meer dan dat is het eigenlijk niet. Dus ik hoop dat de hallucinaties echt weer iets gaan zijn wat toegevoegd wordt aan de game. Dat het gewoon even weer wat anders maakt. Even wat meer spanning eraan. En dat het gewoon even, ja, net weer dat extra speciale randje krijgt. Oh, het is lekker weer. Dat is echt een hele goede zin. Maar dat hoop ik dus. Dat ja, binnenkort dus na de bus-update zal komen. En dat dit echt een soort tussen-update is. Om mensen toch wel een beetje aan het lijntje te houden, kan ik dat zeggen. Ik weet niet. Ja, de mensen die Phasmophobia echt leuk vinden, zullen het waarschijnlijk nog wel gewoon blijven spelen. Update wel of niet, zeg maar. Maar op een gegeven moment heeft de game nieuwe dingen nodig. Dus ik denk dat dit een soort update is die ze er even tussendoor doen van... Yo, wees ready, er komt nog meer. Geniet nu alvast even van dit, maar weet wat er gaat komen. Ik zeg maar dat het zoiets is. Want ze hebben niet elke game heeft dat volgens mij. Maar Phasmophobia heeft dus via een website, kan je een bord bekijken. En daar houden ze bij wat ze gaan updaten, waar ze aan het werk zijn. En dat soort dingen. Niet elke game heeft dat. En ik denk dat dat ook een soort wel iets is om ja, mensen gewoon nieuwsgierig te houden. Dat ze willen weten wat er gaat komen. En ik heb zojuist het hele huis
store gezocht en ik heb geen bonen gevonden. Echt heel great. Echt heel goed. Ik dacht van, nou, ik ga het wel kunnen vinden, maar... of ik was er te druk bezig met praten of ik ben echt gewoon compleet blind. Waarschijnlijk beide. Dat zal het wel zijn. Nou, ik ga hier dan even mijn spulletje droppen en dan gaan we telefoon. Maar die zit niet, zeg maar... Wait, wat? Er zit hier trouwens een hele dode ruimte. Of is dit huis, is dat zo in elkaar? Ik bedoel, wat is er hier? Dit is het, stopt het huis hier dan? Want beneden is hier nog wel verdieping. Waar is die telefoon dan? Wat? Ik heb hier wel nog freezing, dus ik laat dit maar even gaan, denk ik. Ik ben toch wat te laat voor de interaction. Hier is een telefoon. Was dat hem dan? Ik weet het niet. Dat zou raar zijn als het die telefoon zou zijn. Sowieso is deze game raar. Altijd komen er geluiden van plekken waar de ghost helemaal niet zou moeten zijn. Dus ja, kan je niks aan doen. Terwijl ghost speel ik trouwens. Gregory Maudsley. Ja man, lekker. Leuk Gregory. We gaan het daar al zin hebben. Ik moet hem repellen, ik moet een candle en een foto. Die foto is wel pijnlijk, want we hebben handen het mirror. Dus niet iets van summoning circles. Zouden we makkelijk een fotootje kunnen maken? Ach ja, we gaan vanzelf wel zien of we een ghost event krijgen waar we een foto van kunnen maken. Dat zou namelijk heel handig zijn als die even komt. Maar ik weet het, voor Vesophobia moet je niet te enthousiast worden. Want het gaat altijd tegen je werken. Het gaat altijd niet zoals je wil dat het weggaat. Hebben we een ghost orb? Dat zou te makkelijk zijn, hè? Wat kan het allemaal nog zijn? Voor mij kan het... Oh, het kan dots niet eens meer zijn. En ik heb net dots meegenomen. Ik ben echt heel erg achterlijk. Wauw, oké. Dan zet ik die dots wel gewoon even hier neer of zo. Als een beetje extra licht. Een beetje sfeer in het huis. Een dikke rave party. Hoe vet zou dat zijn als je in het echt gewoon je huis allemaal vol met dots hebt? Dan heb je echt een rave party huis. Maar stel, voor mij bestaan die dingen dus allemaal in het echt, hè, die apparatuur. Voor mij is dots ook daadwerkelijk een echt ding. Stel, je ziet dat, zoiets. Dat is toch gewoon... Stel, je ziet er dan eens doorheen rennen, een geest. Dat is toch niet normaal? Ik weet niet, ik geloof niet helemaal in spook, maar ik geloof er ook niet helemaal niet in, als je snapt wat ik bedoel. Maar dingen zijn echt duur om in het echt. Een speerbox is echt duur in het echt. Voor mij dat over de 100 euro hadden, had ik er eentje gezien. Terwijl een IMF is ook duur. Die is voor mij ook wel iets van 60 euro als je echt een goede wil. Wat is dit? Voorbij? Wat gebeurde hier zojuist? Zou het een demon zijn? Ik had ook helemaal stress, dus ik rende helemaal niet naar een verstopplek of zo. Ik hoop dat het al voorbij is. Ik hoor het echt niet namelijk. Hallo? Huntje nog? Nee hè? Maar kan ik wel weer veilig naar buiten? Zo niet, dan ga ik nu dood. Merk wordt snel genoeg. Ja, hier, de deur staat echt dicht. Hoezo was het een hunt? Is het dan een demon? Ik wil niet tegen een demon, jongens. Ik heb, dit is even een chille middag. Laten we ervan genieten. Mijn sanity was veel te hoog. Besef, het is nu 60. Voor de hunt was het waarschijnlijk nog meer. Oh, altijd die demons. Ik vrees dat het een demon gaat zijn. Een demon, dat is writing. Ja, dat dacht ik al. Ik heb writing mee. Nou, oké. Dan gaan we weer naar binnen. Ik hoop dat hij nu eventjes niet gaat hunten. Dat is minuut laat. Ik was ook helemaal nog niet in de kamer. Dus deze ghost is wel lekker bezig, kunnen we het zo noemen. Ik hoop echt nog een keer dat er echt gewoon een keer komt dat je het spook kan zijn. Jullie weten toch wel die 1 april update? Die zou best wel sick geweest zijn hoor. Dat was wel gewoon even voor een keertje. Niet per se voor altijd in de game. Maar gewoon voor een keer. Om dat dan te spelen. Dat zou ik echt wel leuk vinden. Ik wacht even met speerboxen denk ik. Want ik wil eerst even kijken of het ghostwriting gaat zijn. Ik heb even zo'n gevoel dat het een demon is. Dus ik wil voordat ik ga speerboxen daar in de kamer in het donker. Lekker mijn sanity naar beneden laten gaan. De demon meer kans geven om te hunten. Heb ik geen zin in. Liever niet. Liever gewoon eventjes niet. Ik bedoel, ik hecht toch wel waarde aan mijn leven. In Vesophobia dan. Dus mijn geld, daar gaat het gewoon om. Dan pak ik nog een ghostwriting. En een crucifix. Of nou, ik doe denk ik 2 crucifixes. Ik denk dat ik eventjes Better Safe Than Sorry ga spelen. Want die activity, ik vertrouw het niet helemaal. Ik vertrouw dit spook niet. Het is geen goede relatie. Oh, spooky spook. Ik ben er. Niet hunt, oké? Anders vermoord ik je. Letterlijk. Dan pak ik me... Ja, kijk, het is ghostwriting. Oh, hoe goed, hoe goed. Het is een demon. Freak jou, man. Ik heb helemaal geen zin in een demon. Ik wil gewoon... Dat is een event.
Oh, bastard, jongen. Vervelend mormel. Echt waar. Verschrikkelijk. Demons, dit is waarom we niet van je houden. Dat is een hele slechte foto, maar toch heeft hij het als interaction. Kijk dan hoe slecht die foto. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, die crucifixen zouden voor nu wel eventjes moeten helpen, denk ik. Dan ga ik eventjes zout, right? Of een... Oh nee, een candle. Die moeten we even... Die kunnen we wel doen. Weet ik niet of ik voor de foto... repel. Ja, ik kan het doen hoor, op zich. Ik kan het een cursed hunt laten worden, dat ik hem dan repel. En dan tijdens het repellen probeer een foto te maken. Dat kan. Dat kan. We kunnen... Ja, laten we dat doen. Dat kunnen we al. Dat, hopelijk overleef ik dat. Eerst nemen we even 2 candles mee naar binnen. Oh, wacht. Ja, leuk. Grappig. We nemen er 1 mee. Want ze gaan natuurlijk uit door de regen. Dus je kan... Wacht, zou je... Oh nee, dat kan niet. Jawel. Misschien kan dat wel. Ik wil dit even testen, oké, jongens? Even een theorie. Stel je hebt hier 2 kaarsen en je steekt ze aan in de bus waar het niet regent. Je pakt ze dan allebei vast, maar je houdt je zaklamp houdt je vast. Dus je houdt niet de candle direct vast, oké? Als je dan nu hier naar binnen gaat en je haalt de candles weer een soort van uit je broekzak, dan staan ze nog aan. Wat is dat voor logica? Dat is zo dom, ouwe. Dat je stopt even een brandende kaars in je broekzak en dan wordt die niet gepakt door de regen en dan blijft die nog aanstaan. Ja, man. Ik zou bijna... geloven. Dit is nu alweer de 3e keer in een hele korte tijd dat ik dit gezien heb. Ik heb dit nooit eerder gezien. Dat de ghost zo agressief met de deur bezig is. Ik heb ook geen camera meer voor een interaction. Ik bedoel, ik heb ze wel aan die deur gezien. Maar niet zodat die zo snel dichtging. En nu zie ik de laatste tijd zie ik dat opeens heel veel. Het is gewoon eng. Het spel weet hoe om mij bang te krijgen. Oké, dan neem ik nog een camera mee. Want die hebben we sowieso nodig. En wat wil ik dan meenemen? Ja, ik denk... Nou, dit vind ik lastig. Hebben we de candle uitgeblazen? Oh, die heeft hij al uitgeblazen, ja. Ik denk dat ik even een dots meeneem. Gewoon puur om die te plaatsen in de beneden, zeg maar. Dat ik weet van, oh, hier in de buurt moet ik me verstoppen. Dus dan plaats ik die, zeg maar, hier zo. Want ik ga me hier onder de trap ga ik me verstoppen. Ik wil eigenlijk hier gaan staan. Dan ga ik hier weer pellen. En dan ga ik hier onder de trap ga ik erachter. Dus dan kan ik zien van, oh, ik moet deze kant op. Dat is de big trick. En dan had ik hier, als het goed is, ergens mijn aansteker gedropt. Dat is echt een domme keuze. Die ga ik nooit terugvinden hier. Wedden, ik ga hem niet terugvinden. Oh, nee, wel. Hier, ik heb hem. Easy games. Nemen we die even mee naar boven, kan ik zo meteen een smudge stick pakken. En ik moet mijn zaklamp droppen natuurlijk. Anders kan ik nooit 3 items vasthouden. En ik moet ook de hand het mirror... Dit wordt nog wel een lastig hoor, jongens. Ik weet niet of dit nog goed gaat eindigen. Kan ik nog... Nou, ik denk niet dat ik een interaction foto kan maken. Ik drop dit even hier, want dit heb ik zo nodig. Ja, dit wordt lastig, want ik moet dan en eerst de hand het mirror breken. Dan moet hij naar me toe komen. En... Oeh. Ja, oké. Mijn zaklamp drop ik denk ik even zo. Dat ik kan zien... Ja, hij ligt hier helemaal niet lekker. Ik doe hem wel zo, denk ik. Dan heb ik een beetje zicht op de keuken. Hoop ik. Als de lampen uit zijn... Ah, dan kan ik op zich nog wel een beetje wat zien. Oké. Ik hoop dat het goed gaat. Dit is echt namelijk een missie van leven op dood. En ik heb zo'n gevoel dat dood... Dat vooral gaat spelen in deze missie. Oké, dan pakken wij... Wat moest ik meenemen nog eigenlijk? Ik hoef helemaal niks mee te nemen. Ah, wel een smudge stick. Ik heb maar 1 smudge stick. Oké, dus het is ook gelijk alles of niets. Goed verhaal. Ik ben echt goed voorbereid. Ik kan trouwens... wat neem ik wel extra mee? Ik neem wel even een extra fotocam mee. Kunnen we wel doen. Oké, dan neem ik de hand het mirror. Ja, ik zit te twijfelen. Ik kan die hand het mirror ook gewoon beneden breken. Dat kan ik ook doen. Dan haal ik alleen eventjes de aansteker van... Oh, hij zit aan die deur. Oh. Ik heb zo'n gevoel alsof hij zelf gaat hunten zo meteen. Kijk, foto's, fingerprints, interactiefoto. Oké. Oh, ik heb hier zo geen zin in. Had ik nou een aansteker... Ik heb de fotocam gepakt. Ik moest de aansteker pakken. Oh, daar ging de fotocamera. Wauw. Oké, dan moet ik de aansteker nog even pakken. Ik ben veel te afgeleid door die deur die daar een beetje eng deed. Oké, zo. Dan pakken we de hand het mirror. Dan breken we die. Dan pakken we de fotocam... Dan maken we een foto en repellen we hem. En dan moeten we goed zijn. Oké. Breek dit ding. Hij zit daar nog in de badkamer. Dat is goed. Hallo, breek. Waarom duurt dit zo lang? Oké, dan pak ik mijn fotocam. En dan moeten we daarna straks gelijk wisselen. Oké, als ik hem op de trap zie, maak ik gewoon al een foto hoor. Ik ga niet wachten totdat hij me bijna dood heeft. Hey, ghost. Hero. Gregory. Ja, ik heb een foto. Daar staat hij op. Dus hij moet er gewoon op staan. Ik zie hem niet. Ik zie... Ik weet niet of het voorbij is. Help. Ik denk dat het voorbij is. Ik word niet vrolijk van deze geluiden. Ik ga naar buiten. Dit is het moment.
Ding man, ik dacht dat je nog een keer ging hunten. Holy damn, laat me naar buiten. Oké, wat gebeurde er allemaal, ouwe? Deze hunt was zo chaotisch. Hij was al veel langer voorbij. Ja, kijk, hij wilde gewoon nog een keer. Jemig, we hebben wel alle objectives. Ik ben wel echt een pro. En we hebben de ghostfoto. Het is wel een ghostfoto 2, maar je ziet hem hier staan met zijn knuppeltje. Oh my, hartverzakking tot de max. Maar ik boek hem lekker, want we hebben het helemaal gehaald. Ik vind het helemaal prima. Ik heb de boom niet, maar ik heb echt geen zin om met een demon nog het hele huis zo door te lopen. Lekker mijn sanity naar beneden te laten gaan. Grote kans op een hunt. Nah, I'm good. Ik wil graag leven. Ja, je kijkt, een demon. Het was gewoon een demon. Ja hoor, jongens. De stonks. We hebben het. Hoeveel hunts waren het dan? 3 events en 2 hunts. 2 hunts. Oh, dat was toch wel de eerste dan. En de eentje met de hand, het mirror natuurlijk. Ja, oké. Dat is op zich wel logisch. Nee, dit was gewoon helemaal een goed potje. Dit is gewoon weer echt perfect. Vond je deze video leuk? Vergeet je niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik hem weer bij de volgende video. Joejoe!